We zijn vandaag foto's aan het maken voor de poster van Sof. Heel spannend. Het is de eerste keer dat we allemaal mensen ontmoeten en dat is heel leuk. Ik heb Maaike voor het eerst ontmoet die Sof gaat spelen. En de kids, mijn kinderen, 3 kinderen. Dus het wordt heel leuk. Ja. Sof is een beetje een chaotje. Ze probeert alles zo goed mogelijk te doen. Echt met die intentie. Maar het lukt eigenlijk allemaal net niet helemaal. En eigenlijk houdt haar man misschien wel juist daarom zo ontzettend veel van haar. En zijn de kinderen en de tienerdochter hebben zoiets van, nou mam, als puntje bij paaltje komt vinden ze het misschien eigenlijk wel heel erg leuk dat het zo een beetje onhandig is. Meestal in voorstellingen is het ook wel een beetje typecasting wat er gedaan wordt. Dus ik ben soms ook een beetje onhandig. Boven Casper vind ik een hele mooie rol, omdat hij verschuift een beetje gedurende het stuk, of de film ook natuurlijk. En, hij begint dat hij gewoon een baan en hij maakt promotie en dit en dat. En dan, doordat hun leven een beetje geregeerd wordt door chaos en Sof in haar hoofd allemaal dingen nog wil en moet en een beetje in de war raakt, raakt dat hele gezin een beetje verstoord en wordt hij een beetje de huisvader die dan... Dus alle posities een beetje verschuiven in het gezin en dat maakt hele mooie, ontroerende en heftige scènes volgens mij. Ja. Zoals je waarschijnlijk aan de schort kan zien gaat het koken nog niet helemaal oké. Sof kan wel heel goed koken, Maaike nog niet, dus daar wordt nog aan gewerkt. Maar ik vind eten heel erg leuk, dus ik ga heel erg mijn best doen dat het ook heel erg lekker wordt voor jullie allemaal. En dan drinken we daarna gewoon een glaasje wijn en dan komt het allemaal goed.